afgelopen periode hebben we heel veel geleerd. En van alles wat we geleerd hebben van onze studenten en docenten willen we de lessen meenemen voor de toekomst. De toekomst van ons onderwijs. Al voor corona waren wij van plan om online onderwijs te ontwikkelen. Bijvoorbeeld voor studenten die voor stages in het buitenland zitten. Nou, met de komst van corona en de beperkingen is dat natuurlijk in een enorme stroomversnelling gekomen. En hebben we enorm veel ervaring daarmee opgedaan. Afgelopen anderhalf jaar hebben we met z'n allen ervaren hoe flexibel we eigenlijk kunnen zijn. Zo kunnen we heel veel vakken gewoon heel goed digitaal volgen, zoals Nederlands en rekenen. Grammatica gaat prima online, alleen ja, de discussies, die moet je gewoon in de les volgen. Anders heb je er niks aan. Maar zijn andere vakken gewoon veel effectiever als we die fysiek volgen? Vakken zoals praktijklessen, die moet gewoon fysiek op school plaatsvinden. Dit is dan praktijk? Dit heb je natuurlijk niet thuis. Hier leren we prikken, bedden opmaken, verschonen, draaien. Eigenlijk alle handelingen die we nodig hebben, leren we hier. Dit is de studio. Muzikanten leren hier natuurlijk van alles. Kennis, vaardigheden doen ze op. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat wij het proces van muziek maken ook faciliteren. Daarnaast kwamen we erachter dat we het heel fijn vonden om gewoon in kleinere groepen te werken met nog meer persoonlijke aandacht. Maar ook ervaarden we dat communicatie best nog wel een verbeterpuntje was. Maar daar hebben we met z'n allen aan gewerkt. Dus laten we alle geleerde lessen meenemen richting het nieuwe normaal. Wat we nodig hebben, is dat we voor onze studenten een goede structuur hebben met ritme, regelmaat, helderheid en een hele goede communicatie. Samen werken we aan flexibel onderwijs. Met gelijke kansen voor iedereen. Bij ons in het onderwijs staat de leerbehoefte van de student centraal. Studenten werken in kleine groepen en toch kijken wij als docenten naar waar ligt de behoefte van deze student, waar ligt de autonomie. Dus eigenlijk kijken we naar dat elke student kansrijk kan zijn binnen zijn eigen leerbehoefte en daar spelen wij als docenten op in. Goede begeleiding en ondersteuning is goud waard. De afgelopen periode hebben onze studenten het niet gemakkelijk gehad. Er was weinig structuur en ze zagen elkaar bijna niet op school. Toch hebben wij ondersteuning kunnen aanbieden, 1-op-1 begeleiding voor die studenten die dat nodig hadden. En het aankomende schooljaar gaat dat veranderen. Er komt nog meer inzet voor trajectbegeleiding, schoolmaatschappelijk werk, klas als werkplaats en de studentencoaches. De SLB speelt hierin ook een belangrijke rol. En de studenten gaan dit ook zeker merken. Er is altijd iemand die met ze meedenkt en voor ze klaarstaat. Wat de vraag ook is. Het nieuwe schooljaar draait om de student. De Rotterdamse talenten. Onze studenten, daar moeten we zuinig op zijn. Bij Albeda doen we op verschillende plekken veel aan het flexibiliseren en personaliseren van ons onderwijs. Zoveel mogelijk aansluiten bij de leerbehoeften van onze studenten. Of dit nu is in tempo of in moeilijkheidsgraad, we proberen zoveel mogelijk te differentiëren om daarbij aan te sluiten. Nou, we staan te trappelen op mooi onderwijs. Of het nou fysiek is of online is. Doe je mee?